Welkom bij deze nieuwe video. In deze video gaan we kijken naar ronde 10 van het WK Schaken 2024. We beginnen zo langzaam maar zeker het einde van dit WK te benaderen. In totaal zijn er 14 rondes. De stand voor ronde 10 was 4,5 voor Ding Liren en 4,5 voor Gökeş Dumaraju. Het stond dus gelijk. En de vraag is: gaan we nog een overwinning zien voor een van beide spelers in deze laatste 5 rondes, inclusief de ronde van vandaag? Het WK begon natuurlijk spectaculair met 2 overwinningen in de eerste 3 rondes, maar daarna hebben we alleen maar remises gezien. En laten we kijken of daar vandaag verandering in zou gaan komen. Ding Liren speelt met de witte stukken. Hij heeft nog niet heel veel kunnen creëren met de witte stukken, maar goed, de witte stukken geven natuurlijk wel een klein voordeel. En laten we kijken of Ding Liren er vandaag gebruik van kon maken. Deze opening en zet paard F6. We zien paard F3. En de vraag is: ga je voor een Queen's Gambit, een Catalan met G3? Of zien we wat we ook eerder hebben gezien? Een Londensysteem. Dat laatste is het geval. We zien veel verschillende openingen van Ding Liren. Maar we zien voor de tweede keer nu het Londensysteem met loper F4. Paard F3 en D4 is dit de klassieke Londen setup. We zien E6 op het bord. Gökeş gaat voor een vergelijkbare verdediging als dat we zagen in de vorige partij waarin het Londensysteem werd gespeeld met de set E6. We zien de set E3 op het bord en hier zien we C5. En deze positie hebben we ook bereikt. Volgens mij was het in ronde 6, waarin dus ook het Londensysteem werd gespeeld. Daar zagen we de klassieke C3 set. Maar vandaag besluit Ding Liren een andere set te spelen. En hij speelt loper naar E2. We zien loper naar het veld D6. En hier slaat wit de pion op C5. Een klassiek idee in het Londensysteem is dat je eigenlijk zwart een extra tempo wilt laten verspillen. Doordat zwart eerst de loper in het spel brengt naar ofwel E7 ofwel D6. En dat je vervolgens deze pion slaat, waardoor zwart nog een keer de loper moet verplaatsen om de pion te slaan. Zwart heeft de mogelijkheid om hier de loper te slaan. Zeker geen slechte keuze, want je hebt hier dame naar A5. Ding Liren heeft natuurlijk een extra pion in deze positie. Maar in deze positie kan zwarte pion terugwinnen. De vraag is echter: wil je hiervoor gaan? Je ziet bijvoorbeeld namelijk dat je 3 van je kleinere stukken, om het zo maar te zeggen, nog niet in het spel hebt gebracht. En daarnaast is het zo dat wit snel kan een keer een simpel plan heeft paard in het spel brengen. Maar goed, wit heeft wel één zwakheid in de positie, namelijk de pion op F4. De vraag is: is dit echt een grote zwakheid of niet? De positie is nog steeds een klein beetje in het voordeel van wit. Fijn, dat zien we niet in de partij. We zien dat zwart slaat met de loper. De zet C4 wordt gespeeld. Een meer agressieve setup van Ding Liren in dit Londen systeem. Door nu direct het centrum van zwart onder druk te zetten. We zien dat zwart simpelweg blokkeert. Wit doet hetzelfde. En paard naar C6 wordt gespeeld. Allemaal standaard zetten in de opening. We zien paard C3 over standaard zetten gesproken. Natuurlijk een hele nuttige set van wit om het paard naar C3 te brengen. We zien eindelijk dat zwart hier de pion slaat. En wit slaat terug met de loper. Dit geeft door beide spelers de mogelijkheid om in een eindspel terecht te komen door de dames te wisselen, te ruilen. De vraag is echter: wil een van beide spelers dit doen? Het probleem is een klein beetje voor beide spelers dat als er geslagen wordt, dat je wit de open lijn geeft die je zelf niet onder controle hebt. Je kan natuurlijk hier toren naar het veld D8 spelen. Dan kan wit slaan, zwart slaat terug en de andere toren wordt naar de D-lijn gebracht. En wit blijft het voordeel behouden van de open lijn in de positie. Hetzelfde geldt natuurlijk als wit slaat, dan kan zwart natuurlijk terugslaan met de toren. En is zwart degene die de open lijn onder controle heeft. Dus voor nu zien we dat beide spelers tevreden zijn om de dames op het bord te houden. We zien paard naar H5. Dit is simpelweg een poging om dit paard te ruilen voor deze loper. Ook een set zoals loper naar G5 om het paard te pinnen naar de dame zou vervelend zijn. Dit set wordt alsnog gespeeld. We zien dat wit graag beide lopers op het bord houdt. Het loperpaar is vaak een klein voordeel in de positie. We zien loper naar E7. Best wel een opvallende set, want wat zwart ook had kunnen doen, is hier de dames kunnen ruilen. Wit had teruggeslaan met de toren. En je had hier H6 kunnen spelen. De loper gaat terug. En G5 is hier een optie. De dames zijn niet meer op het bord. Dus de zwakheden die ontstaan rondom de koning zijn niet super gevaarlijk. Je forceert uiteraard de loper terug naar G3. Dan kan je eindelijk de loper ruilen voor het paard. Waardoor zwart degene is die het loperpaard heeft en wit niet meer. Jullie zien in de evaluatie, Bart, dat het niet een heel groot verschil maakt. Het is ongeveer gelijk. Maar dit is wel een interessante overweging voor Gökeş Dumaraju. In plaats daarvan zien we dat hij simpelweg de loper terugbrengt. Waardoor wit kan ruilen. De loper kan ruilen voor de loper van
zwart, waardoor beide spelers een lopend paard hebben. We zien echter dat het niet direct gebeurt. We zien namelijk paard naar het veld E4. Als je hier slaat, dan slaat wit terug met een van beide paarden. F-paard is langs iets beter. Paarden zijn actief. Nog steeds is er niet heel veel aan de hand. Behalve dat dit paard nu onder de aanval is natuurlijk. Waardoor het paard terug moet naar F6. Nog steeds is de positie gewoon gelijkwaardig. Je ziet zeker in symmetrische posities. We zien dat de pionstructuur symmetrisch is. Dat eigenlijk heel veel posities, welke stukken er dan wel of niet geruild worden, dat ze heel vaak eindigen in een gelijkwaardige positie, omdat er geen imbalances echt zijn. En beide spelers niet echt gebruik kunnen maken van zwakheden in het kamp van de tegenstander. We zien echter dat paard F6 direct wordt gespeeld. We zien dat wit slaat, zwart slaat terug. De dames worden geruild en hier een interessante zet in de positie, want zwart had kunnen slaan met de loper en daarmee de pionstructuur intact kunnen houden. Deze positie van de loper is niet heel actief. En een zet zoals toren D1 is best wel gevaarlijk, omdat je veel druk zet op deze loper. En hier had je overigens alsnog kunnen slaan. Wit dat teruggeslagen en niet wederom. Ik blijf het herhalen. Het blijft een symmetrische positie. Dit is allemaal remise gevoelig. Maar wat we zien in de positie is dat er juist wel een imbalansie op het bord terecht komt. Want zwart besluit te slaan met de toren. Wat wit de kans geeft, en dat gebeurt in de partij, om de loper te ruilen voor de eigen loper. De lopers komen dus van het bord af, waardoor beide spelers niet het voordeel hebben van het loperpaar. Maar we zien wel dat de pionstructuur van zwart aangetast is. Nogmaals, niet een heel grote ramp voor Bukesh Domaraju, want de zwakheden rondom de koning, daar kan niet gemakkelijk gebruik van gemaakt worden. Zeker omdat de loper op de donkere velden van het bord af is. Stel je voor, wit had een loper op dit veld. Dat zou natuurlijk super gevaarlijk zijn. En als wit een dame had, was het ook gevaarlijk geweest. Maar dat is simpelweg niet het geval. We zien wel in het eindspel dat hier volgt dat wit eigenlijk degene is met het voordeel in de positie, omdat zwart twee duidelijke zwakheden heeft. De pionstructuur die is aangetast, de geïsoleerde pion op de H-lijn, dubbele pionnen op de F-lijn. En kijk ook naar de loper. De loper van zwart is overduidelijk een stuk zwakker dan die van wit. Natuurlijk, de loper van wit heeft niet een heel actieve diagonaal om op te werken. Maar als we kijken naar de loper van zwart, die heeft slechts één veld waar het naartoe kan. En ook op het veld D7 is de loper zeer passief. Die zet wordt wel gespeeld. We zien toren naar C1. De loper wordt teruggebracht naar het veld E8, waardoor de torens met elkaar geconnect zijn. Als de loper nog op C8 stond, was dat niet het geval, nu wel. We zien dat de torens geruild worden. Koning naar F1 wordt gespeeld. En we zien koning naar G7 van Gukesh Domaraju. Dezelfde zwakheden in de positie blijven, dus deze loper is nog steeds heel erg passief. Wordt geblokkeerd door deze pion. En er is een kleine imbalansie in de pionstructuur die in het voordeel is van de Nieren met de witte stukken. Het is nu wel zo dat zwart toren heeft op deze open lijn. Maar goed, wit heeft ook een toren op een open lijn. Dus nou ja, het is maar de vraag in wiens voordeel dat is. Zeker omdat beide torens niet kunnen infiltreren op de tweede of de zevende lijn. Dat sterk zijn. Voor wit is het logisch. Twee stukken blokkeren de toren om naar het veld C7 te gaan. En het veld K2 is gecontroleerd door het paard. Zien. De zet A3 wordt en de zet F5 wordt gespeeld. Ook best wel een opvallende zet, omdat de pion op F6 natuurlijk voorkwam dat het paard naar voren kon springen. En dat is nu niet meer het geval. We zien koning naar E1. De koning gaat naar F6, dat is de reden waarom hij niet kan spelen. Nu controleert de koning deze twee velden waar het paard naartoe zou kunnen gaan in de toekomst. We zien lopen naar E2. Paard naar E7 wordt gespeeld. We zien G3 op bord. We zien toren naar C8. Gukesh Domaraju met de zwarte stukken. Wil in deze positie de torens ruilen. Dat gebeurt. Paard naar D2 wordt gespeeld. Dus paard naar D6. De paarden worden geruild. Maar in deze positie is het zo dat zwart eindelijk de loper in een actieve positie kan brengen door loper naar C6 te spelen. Daarmee heeft Gukesh Domaraju zijn grootste zwakheid opgelost, namelijk de loper. Maar de vraag is dan, waarom gaat Ding Liren voor zo'n positie? Eigenlijk twee redenen. De eerste reden is dat we hebben gezien dat Ding Liren het niet erg vindt om met de witte stukken een gelijk spel te spelen. Dat zagen we ook in vorige rondes, waarin Ding Liren zelfs een groter voordeel had dan hij nu had in de positie, dat hij alsnog voor een remise. Een tweede reden is dat er een hele kleine zwakheid is in de positie voor zwart. En dat is namelijk dat de pionnen van zwart
gepositioneerd zijn op de lichte velden. Dat betekent dat wellicht in de toekomst wit deze pionnen kan aanvallen met de loper. Terwijl als je kijkt naar de pionnen van wit, alle pionnen staan op de donkere velden, waardoor de loper van zwart geen enkel doel in zicht heeft. Daarom moet ik wel zeggen dat het heel lastig is voor deze loper om direct een van de zwakheden aan te vallen. Er is geen enkele set die bijvoorbeeld een van de zwakke pionnen nu direct onder druk zou kunnen zetten. We zien de set F4. Wederom een logische set, omdat je je pion naar voren schuift en hem plaatst op een donker veld. Dat maakt het lastiger voor zwart om bijvoorbeeld de set E5 te spelen. We zien in plaats daarvan D6. Een poging van Guges de Marais om ook zijn eigen pion op de donkere velden te zetten. We zien koning D2, koning na E7. Koning C3 wordt gespeeld. Beide koningen worden in het spel gebracht. We zien D4. De zet F6. Koning naar D4. Wederom een logische zet om een pion op een donker veld te plaatsen met de zet H6. En ondanks dat deze pion de zwakste pion is in de positie, omdat de pion op een licht veld staat en eigenlijk heel lastig naar voren geschoven kan worden, besluiten beide spelers de positie te herhalen. 1 keer, 2 keer en 3 keer. Omdat deze pion eigenlijk gewoon niet aangevallen kan worden. Je hebt misschien mogelijkheden om dit te spelen, maar zelfs dit zou niet heel effectief zijn. Zwart kan op een gegeven moment zelfs deze pion naar voren schuiven. En ook dat zou niet eens heel slecht zijn. Dus, nou ja, er is weinig om voor te spelen in de positie. Dat betekent dat Ding Liren wederom met de witte stukken geen winnende kans heeft kunnen creëren. Het voordeel dat je hebt met de witte stukken, omdat je de partij mag beginnen, heeft niet geleid tot een daadwerkelijk voordeel in de positie. Waardoor we wederom een remise zien. De stand is 5 tegen 5. 4 rondes te gaan, ronde 11, 12, 13 en 14. En dan gaan we weten of we nog een beslissende partij hebben gezien, of dat we dus inderdaad naar tiebreakers gaan, waarin een snellere tijdscontrole er wordt beslist wie wereldkampioen wordt. Daar wil ik één ding over zeggen overigens, en dat is dat het misschien een beetje vreemd is dat Ding Liren voor die remises gaat met de witte stukken. Maar als we kijken naar Rapid en Blitz, dat zijn de tijdscontroles waarin Guges de Marais significant zwakker is dan in de klassieke tijdscontrole. Dus het zou oprecht bij zo'n tactiek kunnen zijn van Ding Liren om gewone partijen remise te spelen en dan te zeggen oké, ik denk dat ik een voordeel heb in die snellere tijdscontroles, dus daar ga ik voor. Maar goed, dat gaan we ook later nog in dit toernooi zien, met de vraag hoeveel risico's beide spelers gaan nemen in de klassieke partijen. Ik wil iedereen voor nu bedanken voor het kijken van de video en ik zie jullie graag de volgende keer.